Wow! Wacht, wacht, haal adem. Haal adem. Wat? Wat? Hoe ben je mijn zusje? What's up, fun squad? Welkom bij een nieuwe video. Ik ben hier met mijn vriendin Teske en mijn zusje Melissa. Dat is hoe je een YouTube video opent, toch? Dat is vanaf nu hoe ik ook mensen ga groeten op straat. Want ze zeggen hoe je het echt bent, moet je ook in je video zijn. Als zij zeggen van, hey Mel, dan zeg je, what's up? What's up? Willen jullie ook nog hallo zeggen tegen de kijkers? Hallo. Hi. Hoi. Hey, welkom. Bij een nieuwe aflevering van Proefwerk. Dit is een hoffelijke aflevering. No, oké, dames. De winnaar uit de vorige video die staat nu in beeld. Gefeliciteerd met je prijs. We gaan weer een bijzondere KitKat weggeven uit de KitKat video. Dus als je die wil winnen, laat in de reacties weten wat wij een keer moeten proeven in Proefwerk. En klik natuurlijk op het duimpje omhoog. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we nu door. Vandaag gaan we 5 Fanta's met een bijzondere smaak proberen. We hebben ze gekregen van Marcel uit Venray. Van de snoepwinkel. Dus thanks Marcel. Maar dit zijn dus bijzondere smaken Fanta die niet gewoon zomaar in de supermarkt liggen. Althans, ik heb ze nog nooit gezien in de supermarkt. Ik ben echt excited, want ik weet helemaal niks. Zullen we de lekkerste voor het laatste bewaren? Ja! Yeah. Oké, we beginnen met een traumatisch drankje. Oh, onze nee. Grote vijand, aardbei. Fanta met aardbeidsmaak. Wat? Ja, deze komt dus uit Amerika. Dit is hartstikke lekker, waar heb je het over? We hebben allebei een trauma aan aardbeien. Lekker. Misschien is het wel lekker, ja, en het is, oh ja, het is koud. En het is geen yoghurtachtige drank. Nee, dus er is hoop, het is niet yoghurtachtig. Oh, ik ben niet echt te veel meer. Wow. Wow, ruik even hier. Oh, holy shit. Ik heb dan. Wow, dit ruikt koude ballen. Ja, dat ruikt zo zoet. Oké, vroeger had je zo bij de... Wow, ik krijg echt een flashback. Wacht, haal adem. Vroeger, bij de Intertoys, had je altijd ook zo'n schap zo met al snoep, weet je wel. En dan had je ook zo'n van die flesjes. Oh, maar dat was zo fucking van die super zoete. Dat was echt zo'n soort van stand-up eigenlijk. Dat is waar dit naar ruikt. Ja, nee, of net als die soort van, dat was dan zo'n dopje, zeg maar, leek op lipstick. Ja, nee, ik weet wel. Super rood. Nee, je had toch van die spraysnoep? Ja. Oh, nee, ja. Ik was echt een Diddle fan. En je had van die geurblaadjes. En oh, ik snap wat je bedoelt. En ruiken het ruikt naar dit. Ja, ik ken die geur niet. Wacht even, ik wil mijn Dragon Ball Z kaart hier. Oh, dat vind ik wel lekker. Mm. Vind je niet lekker? Vind je niet lekker? Huh? Ik vind deze best lekker. Ik was bang voor die aardbei, maar... Nee, weet je nou wat het smaakt? Gesmolten kauwgomballen en dan alle aardbeien smaken. Nee. Lekker. Of een suikerspin die je zo helemaal bij elkaar hebt geknepen en dan in één keer in je mond stopt. Dit is wel, na één slok heb ik wel genoeg. Dit is niet iets wat je bij de sushi drinkt. Dit is vervanger van snoep. Dit drink je niet ergens bij. Dit drink je niet op een warme dag. Dit drink je zeg maar als je zin hebt in snoep. Dit zou ik drinken als ik net een kies heb laten trekken, dus dat ik niet kan kauwen, maar als ik wel zin heb in snoep. Oh. Hoeveel bliksems? Ik wil niet te hoog beginnen gelijk, 6. Oh, ik vond jou ook best hoog. Ja, ik had echt geen 6 gegeven. Als ik het zo vies vond, dan had ik het geen 6. Ik vind het niet vies, ik vind het gewoon niet, zeg maar, ik ben niet impressed. Vind je het bijzonder? Ik wil wel nog een stokje proeven. Yes, oh. Yeah. Dit is gewoon hetzelfde als wat je vroeger deed. Van dit houden, maar niet toegeven. Nee, het is zo zoet dat ik me niet kan voorstellen hoe ik hier een heel blik van zou kunnen drinken. Ik geef hem een 6. Ik vind hem niet toegankelijk, want als ik een heel blik zou drinken, dan zou ik echt misselijk worden. Oké, next! Oké! Okay. Wow! Fanta grape. Ik vind, ben hier altijd zo door in de war, want dit is echt iets Amerikaans. Want zeg maar, druiven smaken toch helemaal niet? Wacht, dit is gewoon druiven inderdaad. Ja. Ik dacht bessen. Maar ik vind grape dus lekkerder klinken dan druiven. Dan drouf. Drouf? Ja, Fanta drouf zou ik niet drinken. Fanta grape wel. Wow. Maar hij is zo baas. Dat is echt zoiets Amerikaans dat je gewoon, dat die drankjes zijn zo heftig, die kleur ook gewoon. Wow! Kijk hoe mooi! Dit lijkt wel allemaal op schoonmaakmiddel. Wow, het ruikt ook met schoonmaakmiddel! Oké, deze ruikt een beetje yoghurtachtig. Dit ruikt naar yoghurt met van zo'n fruit erin. Snap wat ik bedoel? Ja. En een beetje afwasmiddel. Ding! Wow, dit is wel apart. Dit is wel apart. Het smaakt ook een beetje naar bloemen of zo. Wow, ik vind deze wel heel lekker. Echt? Ja. Ik vind de kleur vooral mooi. Zou je dit bij de sushi bestellen? Nee. Ja, ik zou deze wel bij de sushi bestellen. Dit is ook zo zoet. Mmm. Ja. Hey. Ik als hoef even naar een leeg glas. Hmm.
Ik moest even beseffen. Ik vind deze zo lekker. Mag ik de bliksems geven? Ja. 9 bliksems! Wat? Ja, serieus. Ik vind deze kapot lekker. Ik zou dit drinken bij de sushi. Maar vind je ook niet zoiets droogs hebben? Droge wijn? Droge witte wijn. Mag ik nu graaien? Krabbelen? Mag ik niet graaien? Wat nou? Wat is dit? Ja, alweer zo'n kleur. Dat is leuk, dat is leuk. Daar ben ik echt excited voor, want ik hou zo erg van kerstsmaak. Cherry. Nee, wacht, je moet tikken. Dat heb ik al gedaan. Oh. Oh, kijk wat een mooie kleurenpalet. Oei, jij bent echt een Fanta commercial. Wow. Wow. Huh? Het heeft een beetje dezelfde kleur als die Ja, ik vind deze kleur echt niet erbij passen. Nee, wat is dit? Dit lijkt gewoon op Fanta strawberry. Nee, maar wacht, een kerst is toch ook rood? Ja, maar hij moet de kleur hebben van het blikje. Fanta dit kerst. Dit lijkt naar magse pijn. Oh! Holy shit! Toch? Ja! Dit is gewoon hoe kerstsnoep ruikt. Nee, ik weet wel hoe kerstsnoep, maar dit ruikt naar marsepein. Ja, maar dat is altijd. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Wow, dit ruikt echt lekker. Oh, dit smaakt naar punch of zo. Deze vind ik wel echt heftig. Hier ben ik echt fan van. Ik deze vind ik echt heftig. Ik vind dit het lekkerste tot nu toe. Mm. Hij had iets minder zoet mogen zijn van mij. Weet maar je? Ik vind de smaak wel echt chill. Ik vind deze echt machtig. Hoe drink je dan alles in één keer op? Nee, ja, het is wel lekker. Jij mag de bliksems geven, je bent nog niet geweest. 7 kan ik wel mee leven. Hij is machtig en zoet. We gaan door naar het volgende product. 7 kan wel mee leven. Yo, welkom bij de Rap Workshop. Vandaag gaan we rappen. Daarna gaan we steppen. Daarna gaan we preppen, daarna gaan we gekken. Mijn broer is echt een rapper. Welkom bij de Cringe Fabriek. Spannend. Oh. Fanta pineapple. Fanta ananas. Fanta ananas. Ananas. Hey. Dit ruikt naar zo'n smaak die Fernandez ook heeft. Oh. Fernandez ananas. En die haalde ik dus altijd toen ik op de middelbare school zat. Bij de Albert Heijn om de hoek. En dan had ik zo'n hele fles. Had ik zo'n grote fles en dan liep ik zo door de school met zo die grote fles aan mijn mond. Weet je wat ik zo mooi vind? Zeg maar, aan elk blikje heb je wel een flashback verhaal. Ja. Ik of allemaal toch? Ja. Ja, ja. Ik denk ook echt dat zeg maar smaken oprecht zo'n groot onderdeel zijn van je leven. Omdat ze een soort van herinnering. Ja. Ja. De smaak van stof doet me denken aan toen ik vast zat in een kelder. Wat zijn jullie verwachtingen? Nou, ik vind deze nog het frist ruiken van allemaal. Ik behoud. Oh. Ik hou ook heel erg van ananas. Lekker! Nee, dit vind ik weer echt zo'n droge smaak, net zoals die druif. Ja, dit vind ik het lekkerste. Eww, dit smaakt naar kokos! Niet waar! Wel. Ik ben echt boos. Hier, er zit gewoon kokos in. Hoe proef jij dat? Er zit geen kokos in. Dat zit wel? Niet waar! Ja! Dat is kokosolie. Ja, ik proef het. Nooit. Je had het al gelezen. Ik vind hem naar kokos smaken omdat hij zo smaakt naar zo'n cocktail waar kokos in zit. Zo'n pina colada. Oh ja! Maar ik vind deze het minst smaken naar zeg maar wat er op de verpakking staat. Deze smaakt echt naar cherry, de cherry die we kennen. Deze smaakt een beetje zo druivig. Deze smaakt zo aardbeiig. Ik vind het wel echt naar ananas smaken hoor. En juist die druiven. Wanneer heb je ooit een druif geproefd die zo smaakt? Nee, maar snoepdruiven. Je hebt echt fruit en dan de snoepvariant smaak van dat fruit. Weet je wat ik denk dat ik zeg maar minder hou van paars-roze kleuren. Wat? Wat? Echt? Serieus? Je houdt dus ook van sinaasappel? Oh nee. Nee, ik hou niet van Fanta sinaasappel eigenlijk. Maar welke kleur vind je dan lekker? Ja. Ananas. Eet jij de gele snoepjes en oranje snoepjes uit de verpakking? Stel je voor, er ligt blauw, paars, geel en oranje. Ik pak dan de oranje. En dan wat? Hoe ben je mijn zusje? Welke kleuren pakken jullie dan? Blauw! Paars en blauw. Blauw, paars, rood. Wie gaat de bliksems geven? Misschien Melissa. Misschien moet je deze even laten. Oké, 3, 2, 1. 8 bliksems. 4. 3. Wow. Nu mag Melissa weer grabbelen. Huh? Hoezo mag ik nog een keer? Oh. Grapefruit flavored soda. Grapefruit. Deze wilde ik echt voor het laatst bewaren. Hé, maar dit, zeg maar dit en dit past echt bij mij. Ja, maar dit is zo tonic-achtig. Ja. Zo bitter lemon-achtig. Jij bent wel zo'n bitter lemon mens. En een Rivella. Ja, Rivella, gin tonic, bitter lemon, oranje, geel. Nou. Ja, jullie dan paars, blauw. Ja. Nou, mag ik hem openmaken dan? Oei, 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 oei. Ik kan dit echt niet. Ik ga bij mezelf doen. Het is doorzichtig. Ik ga verder met de video. Wow. Hij is doorzichtig, een beetje troebel. Hij ruikt naar grapefruit. Nee, even proeven. Niet op kouwen. Ja, hij proeft echt naar grapefruit. Nee, Melissa is al Melissa! En
dat was de video. Dankjewel voor het kijken. Heb je en al tot geproefd? De volgende keer. Dames, laten we gaan proosten. Ik wil chingen. Ik kon niet drinken, want dat zat in boven. Sorry. Dit is mijn minst favoriete smaak. Waarom? Je zou bijna denken dat we het expres doen. Maar dit is echt... Wow, dit is echt de meest favoriete smaak van allemaal. Ik ben ook echt heel positief. Serieus? Ja. Lekker, dit want is echt... Nee. Ik hou echt helemaal niet van grapefruit, omdat het zo bitter is. Maar deze is best wel zoet gemaakt, waardoor ik hem lekker vind. En hij is weer minder zoet dan al deze smaken. Dus dit is mijn favoriet. Mijn ook. Dit is mijn favoriet. Ja, ik vind deze echt het minst lekker. Ik wil die paarse weer. Mogen wij dan de bliksems geven? Ja. Een 8. Een 9. En dit is wel de mooiste kleur. Ja, ben ik het mee eens. Wat het is met die gekke frisdrank smaken. Dit is gewoon voor de leuk. Weet je wel, dit moet je niet drinken omdat je dorst hebt of zo. Weet je wel, of bij de sushi of zo. Dit is gewoon voor de leuk. Gewoon van, laten we een avondje op de bank chillen en dan... Een gek drankje proberen. Ja, maar zelfs dan, want ik heb eigenlijk met al deze dingen dat ik denk van ja, ik zou nooit het hele blikje opdrinken. Ja, ik dus wel met dit dus. Ja, dit is ook de enige. En deze ook wel. Deze kers en deze. Ja, ik deze. Laat ze tong zien. Licht gekleurd. Just like net me. Net als jij. Oké, dus we hebben wel allemaal een favoriet, toch? Dit is Mert's favoriet. Deze is mijn favoriet samen met de grapefruit, deze maar is dat mijn... is eigenlijk mijn zes favoriet. Klik op het duimpje, Fun Squad! Bleh! Laat weten in de reacties wat wij een keer moeten proeven in proefwerk. En iedereen die een drank emoji achterlaat in de comments, krijgt een hartje. Dan geef je een koolzuurbubbel zelfvertrouwen. Want zij mogen ook gezien worden. Tot volgende week dinsdag! Haaien! Haaien ba! Bye!